Hoi collega's, ik ben Anne-Floor en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je in Klaas Notebook de samenwerkingsruimte kunt gebruiken. In eerdere filmpjes heb ik al laten zien hoe je Klaas Notebook installeert in je klas en hoe je de inhoudsbibliotheek vormgeeft, dus ga die vooral ook bekijken voordat je hiermee aan de slag gaat. We gaan als eerst naar Klaas Notebook toe. Dus ik ben in mijn team en we zijn in kanaal Algemeen. In de andere kanalen zit er geen Klaas Notebook. Dat kan niet. Dus je gaat altijd vanuit Algemeen. Dan komen we op onze welkomstpagina. Die hebben wij zo ingesteld, dus afhankelijk van hoe jij het hebt ingesteld, ziet het er zo uit. Dan klikken we op het paarse pijltje. En dan komen we hier. Dan zien we al onze opties. Deze twee tests zijn mijn studenten. Inhoudsbibliotheek hebben we vorige keer al ingesteld. Nu gaan we naar de Collaboration Space. Oftewel, samenwerkingsruimte. Dan kom je eerst bij wat uitleg over hoe het werkt. En wat hier ook staat is privé-secties maken. Dat ga ik zo ook uitleggen. Let op, alles wat je hier dus plaatst, kan door meerdere mensen tegelijkertijd bewerkt worden. Oftewel, als ik hier een pagina aanmaak, door hier te klikken, pagina aanmaken, geef die een mooie naam, samenwerken. Dan kan iedereen in dit team, die gekoppeld is aan dit notitieblok, kan hierin typen, bewerken, reageren. Wat handig kan zijn als je bijvoorbeeld wil dat ze elkaars werk na gaan kijken, of als je wil brainstormen of iets dergelijks. Maar let op, als ik hier dingen zou plaatsen als iedereen krijgt strafwerk, dan zouden studenten dat niet leuk vinden en gegarandeerd verwijderen. Iedereen kan dat dan. Dus je moet daar goede afspraken over maken met je studenten. En mee oppassen. Dus niet dat je belangrijke informatie die je niet kwijt wilt hier gaat bewaren. Want dan kan het per ongeluk of expres verwijderd worden of aangepast worden. Nu is het interessante wat je net ook zag. Dat je hier nog privé-secties in kunt maken. Dus je kunt nog samenwerkingsruimte maken apart. Waar alleen een bepaald groepje studenten samen in gaat werken, wat heel handig is voor hun projecten bijvoorbeeld. Moeten ze samen een verslag maken of samen een opdracht doen, dan kun je zo'n ruimte voor hen creëren. Ik ga je laten zien hoe. Dit kan als eerst niet vanuit Teams zelf. Daarvoor moet je hier, er staat openen in browser. Wij gaan openen in app. En dan moet hij even nadenken en ik heb vaak zelfs dat ik nog even expliciet moet vragen, wil je het openen, zoals nu. Zo, en dan zet hij hem voor me open. Moet hij even over nadenken. Kan vaak even duren. Kijk, en daar zijn we. Dit is hoe het eruit ziet in de app. En hier heb je gewoon veel meer opties. Dus hier kun je in deze samenwerkingsruimte ook formules toevoegen. En met rekenen formules werken. Net iets meer audio. Dus ik raad sowieso aan om vanuit de app te werken. Zorg dan wel dat je goed altijd synchroniseert. Vandaag gaan we naar de Klaas Notebook die hier staat. En gaan wij naar Manage Notebooks. Zodra we daarop klikken worden we naar de webpagina gebracht. En dan kom je bij het notitieblok bij alle instellingen. Soms moet je eerst nog even je notitieblok aanklikken. En wat je hier ziet zijn een aantal hele handige opties. Dus ten eerste kun je hier de mappen nog aanpassen. Die je voor je studenten hebt, als je daar iets wil bijvoegen. Let op, als je het verwijdert, zijn ze ook alles kwijt wat ze daarin hebben geschreven. Een sectiegroep alleen docenten inschakelen, dus waar studenten niets kunnen lezen. En docenten wel dingen onderling uit kunnen wisselen. En eventueel ook een koppeling voor ouders en voogden maken. Maar, zoals je ziet, samenwerkingsruimte vergrendelen heb ik ontgrendeld. En wij gaan naar de machtigingen voor een samenwerkingsruimte. Gaat hij die even laden. Nu zie je hier dat wij een sectie toe kunnen voegen. Voor specifieke leerlingen of studenten. Nou, dat gaan wij eens doen. Dit noemen wij dan projectgroep Engels. Want ik wil dat deze twee studenten met elkaar gaan samenwerken. En die maken we dan in de Collaboration Space. Andere optie is er niet.
Wil ik nou dat andere studenten mee kunnen lezen met wat zij doen? Dan vink ik deze aan. Kunnen andere studenten wel in hun map kijken, maar ze mogen niks aanpassen. Ik kan ook zeggen, nee, dit is echt alleen voor hen, want een ander groepje maakt dezelfde opdracht en dan vink ik dit niet aan. Dat is aan jou. Dan zeggen we maken. En dan moet je daar best even over nadenken. Hoe meer studenten je ook hebt, hoe langer dat duurt. En nu zie je dat projectgroep Engels erbij gekomen is. Gaan we deze even sluiten. Dan gaan we deze sluiten. Dan gaan we even zorgen dat ons notitieblok gesynchroniseerd is. Dat doe ik door hierboven op notitieblok te klikken. En rechtermuisknop synchroniseren. Oké, nu is ons notitieblok gesynchroniseerd. Zoals dus we even gaan kijken. Zien wij samenwerkingsruimte, inderdaad, projectgroep Engels. En dan kunnen we de app weer sluiten. En teruggaan naar ons klassennotitieblok. En daar zien we hem al staan. Projectgroep Engels, klaar om te gaan gebruiken. En zoals je ziet, is nog helemaal vers en leeg voor de studenten. Wij kunnen dus wel meekijken, andere studenten niet. Maak hier lekker gebruik van. En laat ons weten hoe je het ingezet hebt in de les. Veel succes!